Hallo, ik ben Elko Overman en ik wil jullie iets vertellen over OneNote Classbook. Wat kun je ermee? Wat is het? Nou, het is een online lessenserie die je kunt delen met een groep studenten, met een klas bijvoorbeeld. Ik zou het niet gebruiken voor één les, daar is het niet zo per se geschikt voor, maar het is wel aardig voor het maken van een lessenserie, bijvoorbeeld voor een periode. Van 10 weken bijvoorbeeld. Het bestaat uit 3 onderdelen. Er is een ruimte voor samenwerking. Daarin kunnen zowel docenten als studenten de inhoud bewerken. Er is een inhoudsbibliotheek, wat je vroeger wellicht het boek zou noemen. Dat kan de docent ten alle tijde wijzigen en aanpassen. Studenten kunnen alleen lezen. En er zijn notitieblokken van studenten, wat je vroeger bijvoorbeeld de schriften zou noemen. Een student kan daarin opdrachten maken en de docent kan die opdrachten bekijken, nakijken en eventueel waarderen. Wat zijn de voordelen van OneNote Classbook? Studenten kunnen er 24/7 bij, thuis en op school. Je kunt als docent voortdurend je lessen aanpassen. Je hoeft niet weer een nieuwe reader te gaan printen, want alles wordt binnen enkele seconden gesynchroniseerd. Je kunt opdrachten toewijzen aan je studenten en je kunt sommige studenten andere opdrachten geven, dus je kunt ook differentiëren. En die opdrachten kun je nakijken en je kunt ze waarderen met stickers. Je zou ook kunnen zeggen dat er enkele nadelen zijn. Het is wat beperkt qua vormgeving en als studenten opdrachten hebben gemaakt, wordt dat niet ergens geregistreerd of zo. Dus dat is in andere systemen vaak al iets beter geregeld. We gaan nu even een voorbeeld laten zien van wat ik eerder gemaakt heb en in mijn praktijk gebruik. Je ziet hier een lessenserie leereenheid 9-16. Je ziet hier links de reader met 3 secties lessen, de integrale opdracht die de studenten moeten maken, tips. Hier is de samenwerkingsruimte met opdrachten samen en hier zie je een heel lijstje studenten. De reader staat nu open op lessen, inleiding en dat zie je hier. Tekst en het mooie is dat je dus ook een YouTube-filmpje gewoon erin kunt zetten, die kun je embedden. We zitten nu online, in OneNote Online, dat kun je hier lezen. Je kunt het ook openen in OneNote. Dan krijg je een iets andere weergave. Dat ga ik nu doen. Dit is de weergave in OneNote, de lokale versie, het programma op je computer of je laptop. En dan ziet het er een beetje zo uit. Iets prettiger voor de ogen, moet ik zeggen. Hierboven zie je weer de reader, de samenwerkingsruimte. En nu staan de studenten rechts. Als ik naar een student ga, dan kan ik hier bijvoorbeeld zijn huiswerkopdracht zien van week 2. Dit is wat hij heeft geschreven. Je ziet zijn initialen hier staan. Dus je kunt ook zien wie iets geschreven heeft. Deze sticker heb ik gegeven als waardering. Nou, dat is het zo'n beetje. OneNote Classbook. Een kleine inleiding. In de volgende video zal ik laten zien hoe je zo'n OneNote Classbook aan kunt maken.